Hallo, hallo, hallo allemaal. Super hartelijk welkom bij een nieuwe Animal Crossing New Horizons Nederlands op Crazy Coon. Je ziet, het is vrijdag 28 januari op het moment dat ik dit opneem. En het is de verjaardag van Umeya's, ik verzin dit niet, lokale superster. Ik dank je wel voor de felicitaties, Isabelle. En ik hoop ook dat iedereen een geweldig leuke dag heeft. En we worden opgewacht door een van onze favoriete bewoonsters, June. Ik moet haar gewoon volgen. Ze heeft geen tijd om uit te leggen wat we moeten doen. Een waterval is sowieso winst. June. Wat moet ik doen? Dat rijmt. Ja, Jeremiah is er ook. En Gala. Hebben we je echt verrast? We hoopten dat het leuk en onverwacht zou zijn. Druk op A om de kaarsjes uit te blazen. Oh, dat gaan we zo meteen natuurlijk doen. Jerry, cool dat je er bent. Echt, Gala. Ja, eigenlijk had jij misschien niet per se hoeven komen. Maar leuk dat je er ook bent. En we hebben Nook Miles gekregen voor onze verjaardag. Gewoon omdat ik met 3 bewoners gepraat heb. Maar hey! En we moeten zo koffie halen in de til. Het wordt een geweldige dag gewoon nu al. Gala, dankjewel. En June, dankjewel dat je dit allemaal hebt georganiseerd. En doe een wens. Oei! Applaus en het licht mag weer aan. June zegt eindelijk, ik dacht dat we nooit aan het deel zouden toekomen waar we je cadeautje geven. Hebben. Wat krijg ik? Ik heb later meer dan genoeg tijd. Nee, nu! We gaan een spel spelen. De piñata. Speciaal voor mij gemaakt. Wat lief. Dus jij mag tegen de piñata slaan. Cool. Ja, eigenlijk ben ik er zo wel klaar voor. Even kijken wat Gala ervan vindt. Die zegt dat het heel leuk wordt. Hopelijk sla je de piñata snel open. Hij zit vol snoepverrassingen. Nou weet ik al wat erin zit, Jerry. Ik ben er helemaal klaar voor. We gaan pal onder de piñata staan. Als ik start slecht, dan sla je. Daar gaan we. En start. En whack. Meppen maar. Whack. En nog een keer. Pam. Pam. Geef me pal langs. Wat cool, dat zie je zo aanmoedigen. Tap, 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 tap. Tap. Jammer dat het niet een vorm van een hoofd van een bewoner is of zo. Dat je kunt zeggen, ik vind deze bewoner echt minder leuk. En dat je dan... Nee, dat zou Animal Crossing nooit doen. Daar is de game veel te lief voor. Kom op, kom op. Kapot. Ga kapot. Ja. En in de piñata zaten verjaardagscupcakes. Miam, miam, miam. We kunnen ze delen met anderen die niet op het verjaardagsfeest waren. Gaan we ook zeker doen. Je bent de beste, knappert. Ja, dankjewel, June. Je bent zelf een knappert. Jerry! Verjaardagsviersels. Versiersels is hij dol op. Want dat is meestal taart. Ik straal vandaag. Dat is zeker zo. Nou, ik zie er eigenlijk een beetje uit alsof ik gekleed ben voor het koude weer. Maar... wat is het cadeautje dan dat ik gekregen heb? Oh, dat is een bril. Een verjaardagshoed. Hoppa, jullie horen, Karin is hier ook. Ik zal inderdaad de bril even afzetten. Ik zie er waarschijnlijk leuker uit zonder bril. Oh, wat lief jongens dat jullie een verjaardagsfeestje voor mij hebben georganiseerd. Ja, super tof dat jij het georganiseerd hebt, Gala. Alsof ik veranderd ben. Ik ben vandaag iets ouder geworden dan gisteren. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo.
Dank jullie wel, jongens. We gaan het, mijn verjaardag ook vieren met de rest van het eiland. June, we gaan het volgend jaar zeker weten samen vieren. Dat komt helemaal goed. Wow. Ja, we zijn vet blij. Gefeliciteerd. Het is altijd leuk om je verjaardag te vieren met lekkere taart en goede vrienden. En dat is zeker zo. Daar komen we weer opnieuw het huis uit. En dat is gunstig, want ik wil heel graag wat spul wegstoppen. En natuurlijk die verjaardagscupcakes uitdelen. Want als ik het me goed herinner, krijg je in ruil voor zo'n cupcake een cadeautje. En ik ben natuurlijk wel fan van cadeautjes. Dat snappen jullie zelf ook. Zo, hiermee hebben wij een stuk meer ruimte. En laten we kijken wat er in onze brievenbus zit. Heb ik verjaardagskaartjes gekregen? Van Myung, gefeliciteerd met een cadeautje. Dankjewel, Myung. Maak er een leuke dag van. Nog een cadeautje zelfs. Thijs, een kleinigheidje vanuit de til. Wat gaaf zou staan in je huis. Thanks. Dat is leuk getimed. We hebben een dubbele DIY van Myung. Waarvan we zeker gaan kijken of we er iets aan hebben. Een klein cadeau van mijn eiland om het wat meer waarde te geven. Je herinnert het je vast niet, maar op deze dag zag je het levenslicht. Als dat niet iets om te vieren is, van harte gefeliciteerd. Mama, Teddy. Maar natuurlijk, en dat inspireert mij weer. Oh, alles fit, dat is de maar natuurlijk. Dankzij onze vriendschap ben ik ook fitter. Ik heb een bedankje voor je. We hebben een onstuimig schilderij. Van Label. Kleermakersbonnen. Chimig, ik ben blij dat ik mijn spul gedumpt heb. Van Wilcor, een stukje goud om offers op te zetten. Bedankt voor je boog. Ja, dat is natuurlijk van de première een tijdje terug. Heel graag gedaan, Diana. Een cadeautje dat past bij je ninja-outfit. Wordt zeer gewaardeerd natuurlijk. Weer stalken met dubbele DIY's. Ik moet echt vaker mijn post bekijken. We hebben nog iets van Red. Nog weer iets van Myung. Holy. Nog meer van Myung naar aanleiding van de aflevering met de met het vissen. We gaan gewoon eerst kijken wat we gekregen hebben. En dan doen we nog meer post. Myung's verjaardagscadeautje. Een harnas. Vet. Een samurai pak. Heel cool. Dat is van Diana, neem ik aan. Heel tof. Een sifon. Een feestelijke krans. Ken ik die al? Ja. Cool. Dan kan die op de stapel binnenkort. Chillwave. Een mijnwagentje, heel cool. Zelfgebakken taart van mama. Schedeldeurplaatje, heel cool. Kijk, dat schilderij moeten we bewaren. Kleermakerbonnen. Een gamerstoel, yes. Een gamerbureau. Kijk, dit zijn dus allemaal dingen waar ik best heel veel mee kan. Een digitale wekker, altijd handig. Ken ik houten kist? Nee. Myung, bedankt. Een houten bed ken ik al wel, volgens mij. Of was deze dan van Diana? Een zwaard in rugschede. Haha, cool. En een gouden altaar. Wacht even, hadden we nu ook een samurai? Maar die staat hier natuurlijk gewoon. Dat zwaard is wel echt tof, hoor. Een beetje Zelda-achtig. Maar het past ook prima inderdaad bij een ninja. Cool. Van mama, een artistieke hobby. Van Jeremiah. Iedere keer als de zon weggaat wordt het zo saai. Dan kan ik ook beter zien wat ik allemaal... Schrooi, funje, pak, fasnuf. Schlub, lekker, Jeremiah. Wel leuk dat hij dan het laatste stukje toch wel goed heeft geschreven. Wat heb ik van Dodo Airlines gekregen dan? Nieuwe producten in elk geval. June, Gulliver hebben we een beloning nog van. En Katrina schijnbaar ook. Als dank voor je vertrouwen stuur ik je een geschenk. En dan is nu definitief alle post gelezen. Hebben wij een gouden vissenbeker van CJ. Een dal zonnebril. Vet cool, houden we op. Kleurt mooi bij mijn outfit.
een verstelbare staande lamp. Een gouden schildpadbeeldje. We hebben wel veel gouden dingen erbij gekregen. Een piratenschatkist, vast ook heel vet. En een witte bakstenen wand. Goed, dan nu hebben wij als doel natuurlijk weggeven van onze cupcakes. Maar ik ben ook benieuwd of Brewster nog iets doet voor je verjaardag. Ik kan het me aan de ene kant niet zo goed voorstellen, want de til is de til. Aan de andere kant, we hebben het hier wel over de til en de tofste NPC op het hele eiland. Brewster de duif. Ik ga eerst even kijken of ik hier... Ja, Broccolo, dude! Ja, kom dan, visje. Ik wil jou trakteren, man. Je bent zo dol op snoep. En dan stop je niet eens om snoep te krijgen. Hopper. Koen. Ik probeer je zeker niet te ontlopen. Ik wil je iets geven, man. Maar ja, jij zit ook weer... Oh, nee. Kan ik hem niks geven? Oh. Karin, die hier naast mij zit, Hopper kan zich niet meer herinneren wanneer hij je voor het laatst gezien heeft. Dus als je haar ziet, zeg dan dat ze haar neus weer eens moet laten zien. Ja, sorry. Dus, dat je het even weet, ze zegt sorry, Hopper. Ja. Een nieuwtje, 28 januari is Koen jarig. Woehoe. Joy. Wow, wat staat daar in de... Is dat een clownspak? Volgens mij is dat een clownspak. Die wil ik hebben. Maar zo te zien hebben we hem ook in meerdere kleuren. Ja, we kunnen natuurlijk kleermakersbonnen inwisselen, dat weet ik. Eens even zien. Een folklorische trui. Ook heel cool. Het narrenpak, inderdaad. Pet. Eigenlijk wil ik daar deze gewoon voor hebben. En hebben we nog iets duurs? Die laarzen met stalen neus. Zo. Afrekenen. Ik wil het niet aantrekken. Ik ben niet helemaal gek. Aan de andere kant staat zo'n narrenpak misschien wel tof bij mijn... verjaardagshoed. Laten we toch eens even kijken wat ik ervan kan maken. Zo'n zijden boek is ook wel heel cool trouwens. Ik kan me nou niet meer herinneren of ik de groene of deze gekocht heb. Dit zie ik tijdens het editen vast. Ik neem het risico, we pakken... pakken we deze... Nee, het moet iets met geel zijn. Dit is de beste keus, denk ik. We moeten natuurlijk even gele sokken bij. Luipaardpumps. Ja, het draagt bij aan het belachelijk over willen komen, maar... Het ziet er ook niet echt top uit. Aan de andere kant staan deze schoenen misschien al best wel goed. Hebben we nog iets tofs qua bril? Nee, hè? Alleen skibrillen volgens mij. Ja, we gaan gewoon zo naar buiten. Waarom niet? Trek maar aan. We zijn jarig en iedereen mag het weten. Koen de clown. Waarom niet? We hebben weer nog meer miles verdiend. Ja, en ik moet zeggen, het valt me een beetje tegen dat ik nog geen mensen tegen ben gekomen om een taartje te geven. Ik zie hier op het strand ook zo snel niemand. Je zou toch denken dat er wel mensen buiten zijn?
dat valt dan toch weer tegen, terwijl er een stukje gyroid is aangespoeld. Nou, dan moeten we er misschien eerst maar achter komen hoe tof Brewster is op onze verjaardag. Yo, Brewster en Bladders. I'm in. Je kunt mij van dienst zijn door mijn donatie te accepteren van deze twee, als het goed is, echte kunstwerken. Uitmuntend. Goed zo. Alles is echt. Super. Dan hebben we weer twee kunstwerken erbij. Kunnen we binnenkort wel eens kijken hoe die hal er nu uit begint te zien? Laat verder maar zitten. Tijd voor de til. Brewster, ik ben jarig, man. Kijk eens naar mijn hoed. Kun je het zien? De bonen zijn vers gemalen. Krijg ik... Ja, een kopje is een top idee. Laten we dat voorop stellen. Maar een stukje verjaardagstaart of zo, hebben we iets? Ik zie opties. En dat ding waar hij trouwens zijn koffie uitschenkt, dat bestaat echt. Kwam ik achter. Vandaag heb ik iets speciaals voor je. Drink het maar gauw voordat het afkoelt. Is het specialer dan anders? Vandaag is koffiedag. Dat is net cakedag, maar dan met koffie. Je kunt natuurlijk ook koffie met cake nemen. Is zo. Koffie met taart. Koffie met een sausijzenbroodje. Oh, hij weet het wel. Roekoe, van harte gefeliciteerd. Dank u. Ook weer 300 miles erbij. Dank u, dank u, dank u. Tof dat hij ons feliciteert. Dat is in elk geval heel cool. Ik ga toch nog één keer kijken of Brocolo niet... toch een taartje wil. Doe nou. Oké, nou, dan niet. Dan gaan we kijken of Zucker thuis is. Er moet ook iemand zijn om die taartjes aan te geven. Zou ik denken. Ja, daar is Zucker. Niet gaan vissen. Blijf rustig naar dat onkruid kijken. Hallo Zucker. Knappert, ik kan jou inderdaad zien. 1 maand? Ja, maar je praat toch gewoon met de rest? Je weet toch dat de rest... Ja, ik ben vandaag inderdaad jarig. Ik trakteer. Alsjeblieft, een verjaardagscupcake. Alsjeblieft, Zucker. Oh, een cadeautje, dank je. Ik voel me een klein beetje ouder. Het verandert niet heel veel. Nieuwe outfit, een nieuw kapsel. Begin jij nou ook al met... dat je er ouder uitziet? Buongiorno. Latijn voor een goede verjaardag. Ja. Niet helemaal, man. Een typische knappertactie. Eén stap dichter bij de status van wijze ouderen. Je weet wel wat ik dus ben. Wat hebben we gekregen? Van Cheddar. Een verjaardagsbord. En een feestvloer. Oh, dit is vrijwel elk jaar hetzelfde waarschijnlijk. Oeh, iemand is iets verloren. Ja, misschien kan ik een eigenaar vinden. Of, omdat het mijn verjaardag is, is het gewoon voor mij. Dat vind ik eigenlijk nog beter. Hey, het gaat prima, man. Ik heb 2 dingen voor je. Wil je een cupcake? Dat is niet zo goed voor je vetpercentage. Wel goed als brandstof. Precies. Cadeautje voor mij. Thankies. En ben jij toevallig wat verloren? Zou wel heel toevallig zijn natuurlijk.
Zucker. Nou, van Zucker weten we waar die is. Dus ik ga even me laten afleiden door wat hier begraven ligt. Een nieuw fossiel. En ik zie dat Frita planten water aan het geven is, wat heel vriendelijk van er is. De rest van het eiland begon me te missen. 2 weken. Ja, klopt. Ik heb 2 weken niet gespeeld. Kijk eens. Nog een cupcakeje. Mm-hmm. Niet stiekem kijken. Oké. Okay. Dan pakken wij dat zo uit. Mis jij niet iets? In de vorm van een verloren voorwerp. Ik heb je boodschappentas gevonden. Een badstoffen nachtjapon. Oké, man. En wat hebben we net gekregen? Een verjaardag zonnebril. En een verjaardagstafel. En dan moeten we toch maar van zonnebril wisselen, hè? Jep. Het is niet anders. Het moest. We gaan vlak voor June haar deur. Een stukje gyroid planten. Die we hiermee... genoeg spul voor morgen meegeven. Flora is thuis. En is aan het koken zelfs. Er zit te veel in mijn hoofd. Ze is vergeten wat ze wilde vertellen. Wat een toffe... Hoe kookt zij trouwens? Een perentaart. Zeker. Dank u. Van 's werelds beste keukenprinses, perentaart. Goed, kunnen wij jou ook een... precies. Cupcake geven terwijl jij aan het koken bent. Jij bent perentaart aan het maken. Ik geef cupcakes weg. Maar serieus, hoe kook jij? Waarop? Ik zie die pan wel, maar... Hashtag hoe dan? Ik vind het ook fijn dat je... tijd bij mij kan doorbrengen op mijn verjaardag. Bedankt voor de feestband. Maar belangrijker, bedankt voor de perentaart. Hoppa. Bedankt. Doei doei. Nee hoor. Die staat gewoon nog steeds te vissen. Alsof het de normaalste zaak ter wereld is. Maar onze laatste cupcake dan? Doe het niet. Nee. Hopper, die zit nog steeds naar KK Slider te luisteren. Broccolo is nog steeds aan het vissen. Ze willen het gewoon niet hebben. Even kijken of ik op een verjaardag nog geld uit deze teen kan slaan. Helaas, dat zou ook wel heel willekeurig zijn als dat gelukt was bij deze steen. Nog goud dan? Nee. Alleen ijzer. En steen. Kijk, en Broccolo, die vis, die is hier dus gewoon, hè? Misschien als ik hem voor je vang, wil je hem hebben. Dan kan ik dan met je praten. Ik denk niet dat dat een winnende strategie is. Maar we gaan het proberen. Ik moet hem bovendien natuurlijk ook eerst nog vangen. Gezondheid. Het is een forelbaars. Hier, forelbaars hebben? Hij is benieuwd hoe vis aanvoelt. Nou, ik heb 113.000 klingels. Laten we dan... als niemand dit verder wil... even gaan kijken of ik geen leuk verjaardagscadeautje voor mezelf kan kopen. Ik zie hier in elk geval een ijslatte... Dat vind ik een leuk verjaardagscadeautje. En een
vogelmobiel. Vind ik ook wel een leuk cadeautje. Heb ik te veel spullen bij me? Is het weer zover? Ja, het is weer zover. Maar... de grote truc. We kunnen gewoon verkopen. Kijk eens. Twee fossieltjes en een vis. Alsjeblieft. 8900 klingels. Accepteer. Wat betaal je voor knollen? Puur uit interesse. 42 klingels. Ben ik even blij dat ik dat niet gekocht heb. Goed. Deze kopen we. Cool, we hebben de vogelmobiel. Niet dat ik ook maar enig idee heb wat ik ermee moet doen. En het enige wat ik nog even wil checken... is Harvey Island. Wat gebeurt er op je verjaardag op Harvey Island? Er is daar natuurlijk een update geweest. Brewster wist het ook. Dus wie en wat weet ervan op Harvey Island? Nou, maar kijken dan. We staan weer aan de grond. Harvey, zeg jij iets over mijn verjaardag? Hij spreekt alleen over de studio. Harriet zegt niks. Wat heb jij hier? Een plechtig schilderij. Laat eens even zien. Je moet heel goed kijken. Maar deze is nep. En dat zie je aan de manier in de deuropening. Want die steekt zijn duim op. En dat is nogal een ongewone manier van doen. Dus deze is nep. En ik zie vanaf hier dat die rechter ook nep is. Want daar hoort nog helemaal onderaan een stukje, een strohalm hoort daar te zitten. Dus helaas, op onze verjaardag neemt Red ons in de maling. Katrina, wat heb jij te voorspellen over mij op mijn verjaardag? Ja. Wat zeg je dan, hè? Behalve creepy. Ik heb je wel door, Thijs. Je denkt het. De glazen bol ziet alles. Ja, ik weet het. Twee zussen in een kleermakerij. Ze hebben een nieuwe naaimachine gekocht. Dankzij de nieuwe machine gaat hun werk van een leien dakje. Voorspoed in voorwerpen. Nou, we hebben in elk geval geluk op onze verjaardag. Op mijn verjaardag, dat scheelt. Hey, dankjewel. Nou, weinig verjaardagsdingen dus hier. Dus we gaan terug. Daar waren we weer. Terug op het oude vertrouwde Umea. Ja, Hopper heeft nog steeds geen zin in dat cakeje. Broccolo doet nog steeds... Hou eens op met vissen, joh. Kan ik jou ook wegduwen hier? Nee, hij staat ook heel stevig in de grond. Dan weet ik het goed gemaakt. Verjaardagscupcake. Nom, nom, nom. Lekker. Och. Keke. Je bent er. Ik ben het stralende middelpunt. Ik wil zeker ook jouw lied horen. Dit verjaardagsnummer draagt hij op aan mij. En relax dus. Lekker bij fijne verjaardag. Me, me, now, now, oh, me, now.
jarige Jakkara Sekelos, gefeliciteerd. Ik moet zeggen, steeds als ik dat sterke staaltje spieren van jou zie, krijg ik zo'n zin om mezelf ook een schepje bovenop te doen. Je bent een inspiratie voor me. Bedankt. Stevige groet, Teddy. Teddy, je bent een topper. Super de beste zoete lief. Ik wens je alle moois toe wat deze gelukkige dag je mogen brengen. Zo, genoeg prietpraat. Hartelijk gefeliciteerd. Bedankt dat je mijn maatje bent. En ik verheug me op alle lol die we gaan trappen. Topachtend Frita. De eerste topachtend. Vet cool. In plaats van hoogachtend. Topachtend. Dubbele woordgrap zit daar dan dus zelfs nog in. De eerste twee bewoners van mijn eiland. Dag, dag Koen. Prettige verjaardag. Ik kan niet genoeg benadrukken, maar je bent inmiddels een enorm belangrijk onderdeel van Oumea. Ja, ja. Maak er een mooi jaar van, Koen. Ja, dag, dag. Ja, ja. Kan natuurlijk niemand anders zijn dan Nuke. Thanks, Tom. Oude geldwolf. Auw. Dag Koen, ik wil je even een prettige verjaardag wensen. Ik hoop dat dit een mooi jaar voor je wordt, Koen. En dat we nog super lang vrienden blijven. Groetjes, Isabelle. Dat komt wel goed, Isabelle. Je staat ook op mijn kamer. Je bent waarschijnlijk afhankelijk van hoe ik mijn facecam knip. Daar achter mij. Net wel, of daar moet ik eigenlijk wijzen. Net wel, net niet te zien. Auw. We waren hem net voor. Tum, tum. Een fijne verjaardag gewenst. Dankjewel. Jullie nog een supergoeie dag en een supergoeie week gewenst. Vond je deze video tof? Beloon hem dan zeker met een duimpje omhoog. Abonneer voor meer Animal Crossing. En toppers, super hartelijk bedankt voor het kijken. Ik was Crazy Koen. Heel graag tot de volgende video. Houdoe. Bir elin bakı, bağımda, oradan bir gül.